Gen Z'ers zijn lui en ongemotiveerd. Ze kunnen niet hard werken, zijn onrealistisch en veel te idealistisch in hun ambities. Ze zijn verslaafd aan social media en ze willen alles meteen. Er wordt heel veel gesproken over Gen Z'ers, maar er wordt wat mij betreft veel te weinig met ze gesproken. Dus daarom maak ik een serie gesprekken waarin ik in gesprek ga met Gen Z'ers. Met in deze aflevering Martin Schuurmans, die net als ik dagvoorzitter en interviewer is. Welkom bij CVD-TV. Ja, Martin, vaart welkom. <laughs> Dat waren heel wat aannames. Uh, ik herhaal ze nog even. En ik shoot a messenger, hè? Mm -hmm. Dat is als ik zo een beetje Google, dan kom je dit soort uh, luien: ongemotiveerd, onrealistisch, idealistisch, verslaafd aan social, willen alles meteen. Zijn het vooroordelen? Ja, het zijn vooroordelen. Ja. En ik haak het al ja een beetje af naar die eerste dacht ik oh, lui en ongemotiveerd Echt niet? Uh, dat zijn de, de twee dingen waar ik me vooral tegen afzet zeg ja. maar zelf persoonlijk um, en andere vooroordelen kan ik me er wel wat meer in vinden ik denk dat wij als, als generatie breed wel idealistisch zijn ja te ja. of te ja wanneer is iets te dat dat weet ik niet en hoe zo idealistisch in de zin van we streven wel allemaal een ideaal beeld na als je het zelf zo breed trekt ik denk dat we allemaal best wel iets voor ogen hebben. En het liefst het, het zo ook invullen, ons leven. Ja. Wat je dan heel veel hoort meteen is, en nogmaals, ik ga heel veel dingen op je afschieten. Omdat de, jij bent, zeg maar, jij bent Gen Z. Ja. Dus ik vind het super leuk om met Gen Z'ers te praten daarover. Dan te wordt het tenminste echt. Uh, wat je dan meteen hoort is van ja, maar die idealen die zijn natuurlijk totaal niet realistisch. Want die zijn gebaseerd op social. En ja. daar wordt natuurlijk alleen maar hele mooie dingen gepresenteerd die niet waar zijn. Wat ja. vind jij daarvan? Dat, dat social stuk um, klopt. Daar moeten we ons wel wat meer van afhouden. Sowieso verslaafde social media. Dat zei je net ook. Uh, in ja. vooroordelen. Um, ik denk wel dat dat echt een heel veel negatieve impact heeft op de mens en op onze generatie. Ja. Dus er zijn ook heel veel apps. <laughs> best wel tegenstrijdig. Maar een app die ja. jou ervoor zorgt dat je minder op je telefoon zit. Ja. Ik heb er ook al zeven keer eentje gedownload. Ja. Uh, maar het beste werkt toch om mezelf gewoon weg te leggen. Maar is dat een Gen Z ding? Of, uh, want ik zie ook. Uh, Dertigers en veertigers en is de halve dag aan zo'n ding ja, hangen. Ja, klopt. Nee. nee. Maar dat vind ik sowieso. Um, er wordt heel vaak generatieverschillen worden dan belicht. Mm -hmm. Maar het is ook gewoon een andere tijds, tijdsgeest nu. Ja. Dus zowel ook, ook millennials en, en generatie X hebben nu ook veel meer te maken met social media. Mm -hmm. Dus met bepaalde veranderingen die je gewoon ziet. Ja, ligt dat aan de generatie of ligt dat aan de tijd waarin we met z'n allen zitten. Ja. Ik denk beide. Ja, beide. Ja, ik denk dat daar heb ik in voorgesprek voorgesprek we het er ook even kort over gehad. Ik weet niet of de of ik zo jij bent 24 hè? 24. 24. Ik weet niet of ik in de kern zoveel anders was toen ik 24 was. Nee, precies. Uh, alleen ik leefde in een hele andere tijd. Ja, dan jij. dus ik denk dat dat tijdsverschil nog misschien wel veel groter ja. is dan het generatieding, denk ja. ik. Lui ongemotiveerd, dat ben jij zeker niet. Nee. Ik ga het zo meteen ook over hebben, wat je allemaal uh, van plan om te <laughs> doen. Het wordt natuurlijk vaak verteld in de context van, oh ja, ze willen nog maar drie dagen werken en uh, ze kunnen niet meer hard werken. Ja, en klopt. Wat vind jij daarvan? Ja, daar heb ik even over <coughs> te nadenken. Uh, sinds de bevestiging dat ik hier mocht komen. Um, het is natuurlijk heel erg lastig om generiek over, over, de hele, over mijn hele omgeving op die manier te praten. Um, het speelt wel heel erg. En dan met name van oké, okay, 36 uur of 40 uur werken. Mocht je dan in loondienst zitten. En dan heb je best wel wat, 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 wat mensen in mijn omgeving die echt de voorkeur hebben voor... 36, terwijl de norm nog 40 is bij hun werkgever. Maar het gebeurt ook wel eens andersom. Dat heb ik nu toevallig. Best wel studenten die net zijn afgestudeerd in mijn omgeving. die dan heel graag ergens 40 uur aan de slag willen. maar dat bestaat niet meer. Hm. Dus de fulltime werkweek is daar dan 36. En dan zeggen ze: ja, hè, ik had 40 uur gewild. Ja, 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 dus, dus het zit niet alleen aan de werknemerskant of aan de jazzy nee, kant Precies. Het zit heel erg, denk ik, de vraag aanbod. Kant, sowieso van wat is er allemaal veranderd en wat is de nieuwe norm? Merk jij een kloof als jij met oudere generatie of met oudere mensen moet werken of omgaan? Merk jij die die kloof met Gen Z is met jouzelf? Ja, een beetje wel. Um, ik merk soms wel dat zij wat vastiger denken. Um, laatst ook, toen mocht ik een was ik dagvoorzitter tijdens een boekpresentatie en bij de naborrel ging het er even over en volgens mij had hij misschien mijn leeftijd dan ook niet goed ingeschat. Maar die was tegen mij ook een beetje aan het vuren van ja, maar Jen, zie nou dit en Jen, zie dat. Ik dacht, ja, je praat er met met er eentje, weet je wel. De talking to hem. ja, je talking en to her. Hoe zei je dat en zei daar iets van? Uh, ja, wel om me niet om mezelf te betrekken, maar ik zei een beetje van nou in mijn omgeving is dat ook zo. Um, en hij had vooral heel erg de, de visie. Ze hebben het allemaal zo makkelijk nu. En dat vind ik makkelijk gedacht van hem, want hij heeft zelf niet de leeftijd, hij is zelf niet de generatie. En toen zei ik ook wel van: Nou, ik zie toch, weet je, als cijfers nu ook wel weer bekend. Ik zie ook in mijn omgeving de mentale gezondheid van nu, de generatie Z, is ook niet al te best. Maar hij zal dan weer zeggen: Ja, maar dat komt omdat ze. Uh, niet weerbaar zijn en en, en doetjes zijn. Want klopt. wij vroeger, wij ja, wisten wij wat vroeger, wij, wij niet wij wisten niet wat ja. ja, klopt. Ja, oké, okay, dat is ook dan weer zijn stuk. Doorkomst. Want is het hebben jullie het luxe vanwege het feit dat jullie alle mogelijkheden hebben, alle technologie is er? Of is dat zit daar ook een downside aan? Ik denk wel dat we het wat luxer hebben, hoor. Dat denk ik wel echt. Wat je zegt over die technologieën. Um, dat de arbeidsmarkt nu juist voor ons open ligt... Mm -hmm. en we meer keuze zelf hebben en meer ook wensen en eisen kunnen hebben. Um, anderzijds denk ik ook wel dat er veel financiële stress is... onder, dan net student af, mensen in mijn omgeving. Je hebt natuurlijk best wel die pechgeneratie... met die met langs je de boetes et cetera, mm -hmm. moeilijk aan de woning komen... Mm -hmm. um, alles wordt veel duurder... Niet iedereen verdient veel meer. Ik denk dat die verschillen daarin ook best wel groot zijn. Sowieso, waar, waar staat je wieg? Ligt er ook heel erg aan of je luxe hebt of niet. Wonen is echt een ding, hè? Ja, wonen is wel een ding. Ja. Hoe lossen we dat dan op? Ja, dat is een hele goede. <laughs> Toevallig ben ik me daar nu veel, uh, veel mee aan bezighouden. Ik heb uh, dan over twee weken een uh, gesprek uh, van Heimans, de CEO, uh, en mag ik gaan interviewen. Dus die okay. zit natuurlijk heel erg op dat uh, wonen. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik heb nu echt de leeftijd 24. dat... Iedereen is afgestudeerd van mijn vrienden... en zoeken nu een appartement of, of iets in de stad. En ik krijg wel uh, ja, mee dat dat niet zonder slag of stoot gaat. Nee, ja, zeker nee. als je in de stad wil wonen. Ja, en dan maakt het volgens mij niet eens zo gek veel uit. Nee, dat, Amsterdam is over... nee dat is dan misschien ook alweer het ding... oké, okay, uh, moeilijk en, en in die zin uh, loopt loop tegen veel aan. Maar het, het is ook wel het ideaalbeeld beeld dat je in de stad wil wonen. Dus dat is ook alweer eigenlijk een best wel een grote wens en eis. Ja. Ja. Wat zijn jouw ambities? Mijn ambities? ja. Um, nou, de grootste ambitie is gewoon... Ik ben nu een gelukkig mens om dat door te zetten. Dat is wel mijn grootste ambitie. Ja. Um, en daarnaast ben ik de laatste tijd, dus iets van de laatste maanden... heel erg bezig met, hoe kan ik een eigen talkshow hebben later? Oh, ja. maar uh, dat klinkt als op televisie of zo? Niet eens per se. Het kan ook um, nou, in een studio ja. of, of aan huis. Het gaat me meer om de setting van de talkshow dan ja. waar het uitgezonden wordt. Um, niet, dat ik, niet dat ik nee zeg tegen televisie, niet direct, maar ook niet direct ja. Maar de ambitie om een talkshow te hebben... Waarom? ...is vanuit het punt... Um, ik heb nu wekelijks dat ik in een, in een ondernemers talkshow een ondernemer interview... Ik had laatst al een duo-gesprek. Daar heb ik jou toen een hele fijne advies over gevraagd. Um, maar om, om drie of vier of vijf mensen aan de tafel te hebben... en het dan meer uit te breiden, lijkt mij echt heel erg vet. Ja. Dus dat is, dat is een ambitie? Ja. Uh, en, en hoe concretiseer je die ambitie dan? Um, nou, audiovisueel specialist in, in Brabant, in Tilburg... een hele grote is First Impression. Daarbij ben ik nu wel ook echt in gesprek. Om het misschien eerst in hun studio... Uh, op te zetten, maar later ook. Uh, ik zit nu midden in een verhuizing in St. in de stad <laughs> woon ik wel. Ja. En um, um, een extra kantoortje heb ik daar, om misschien dat dan ook in te richten. En wat zijn de onderwerpen dan aan die tafel die je wil bespreken? Um, nou, wat mij leuk lijkt, is om het, het zo open te, te doen dat eigenlijk er echt hele diverse mensen aansluiten. En ook nog niet eens per se een onderwerp, maar gewoon door, door bepaalde interviewtechnieken gewoon ieders verhaal voren te laten komen, um, wat ook voor henzelf denk ik heel veel kan. Mensen die niet zo vaak juist ergste gast zijn, dat lijkt me leuk. Um, hoe zie jij uh, naar de toekomst toe? Hè? Want je bent ambitieus en je wil dingen bereiken. Hoe zie jij? Uh, je jeuk wordt dit, hè? Maar werk en privébalans. Want dat is natuurlijk ook zo'n Gen Z ding, ja. hè? Je, uh, over hoe ze tegenover werk staan. Ja. Hoe zie jij dat? Zeg maar werken, niet werken, uh, op vakantie gaan. Uh, ja. dat soort ik dingen. denk dat dit wel een, een Keiharde is wat, zeg maar, um, wat klopt aan het volgordeel. Als je zegt van uh, Gen, Gen Z wil meer betere werk-privé balans. Mm -hmm. Dat klopt. Dan mm. denk ik dat ik dat wel namens ons kan zeggen dat dat echt zo is. Um, mijn beste vriendin is onlangs gestart met een 40-urige baan. En in de eerste weken, maanden loopt ze er echt tegenaan. Dat, ze, dat, dat dat niet naar wens is voor haar, de werk-privé -pri balans. Als ondernemer heb je dat zelf wel wat meer in de hand. Um, maar ja. Maar jij zegt eigenlijk even platgeslagen dat Gen Z'ers die hebben vinden werk privébalans balans belangrijker. Lees, willen geen vijf dagen in de week werken? Uh, eerder misschien lees, willen wel vijf dagen in de week werken. Dat wel zo kunnen inrichten dat het niet voelt alsof dan zo'n harde scheidingslijn is dat die vijf dagen werk is. Dat hm. je dan misschien toch de componenten van privé de meer in kan meenemen. Is het de laatste tijd door thuis te werken... en je misschien nog wat meer met je dierbaren te, te omringen thuis? Samen te werken? Ik, ja. ik, ja, ik onderbreek je omdat ik denk... Ik, want ik probeer de cynicus een beetje te spelen ook. Hè? Die, ja. die je dan vaak hoort, die ik overigens niet ben... voor alle duidelijkheid, don't shoot the messenger. Maar... Uh, ik hoor ondernemers dan al zeggen, nou, uh, dan word je in ieder geval geen succesvol ondernemer. Want als je uh, wil ondernemen, ja, ja, als je op social gaat hangen, dan lijkt het alsof het met een klik op de knop geregeld is. Hè? Want yeah. die filmpjes die kennen we ook. Hè? Want yeah. je, je duwt wel in crypto, je gaat een beetje dropshippen en je kan naar de Bahama's. Yeah. Maar de waarheid is dat je gewoon keihard moet werken. Hè? En dus is het niet zo misschien dat er ook bij heel veel Gen Z is een stukje passimist in wat je wil. Omdat ja. als, als dat er wel is, dat hard werken helemaal niet erg is. 100.000 <coughs> miljoen procent en, klopt dit, ja. En, en hoe komt dat dan? Dat je een soort purposeloos bent. Ja, nou ik denk dat dat zingeving in je <coughs> werk, in je leven... dat dat het belangrijkste is, de ja. grootste um, basisbehoeften. En dat is ook wel... Um, wat ik in een mail naar jou zei... Van als je op het moment dat je zo erg geniet van je werk... en er zoveel passie voor voelt... dan wil je het liefst al je uren erin steken. Ja. Dat is echt wel een heel erg groot verschil. Um, en dat is wel een luxe om dus werk te hebben gevonden... waar je passie ligt, om daar ook mee door te kunnen gaan. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar ik merk wel, ik, ik heb, kan wel veel voorbeelden noemen... Waar, waarbij naar voren komt dat dat echt zo is. Um, nu, mijn vriend, die... Kan, die heeft een 9 tot 5 kantoorbaan, maar dat is hij nu aan het afbouwen, want zijn master begint weer en daarnaast is hij een beetje voor zichzelf nu bezig. En die dagen dat hij voor zichzelf bezig is en met zijn master bezig is, dat zijn dagen van 8 ochtends tot 11 avonds. Hm. Maar daar is hij veel minder moe van ja. dan van 9 tot 5 op dat kantoor. Ja. Dus je maakt veel meer uren, maar je haalt zoveel energie eruit. Het geeft je zoveel energie ja. dat je dat prima aan kan. Je wil niks liever. Zijn er te veel bullshit-banen? Ja, <coughs> ja. Ja. ja, dat is een grappig bericht. Uh, van van Speld iets van: uh, je kan deze studie doen om later een bullshitbaan te krijgen. Ja, die zijn er wel heel veel. Ik heb dat boek Morele Ambitie, ik denk misschien de meeste van mijn generatie, um, geluisterd. Heb ik er, maar je kan het natuurlijk ook lezen. Mm -hmm. Je hebt gewoon heel veel banen die, die een andere inrichting zouden kunnen krijgen om het wat minder een bullshitbaan te laten zijn. Ja. Daar uh, zit denk ik wel een angel. Ik kan me voorstellen dat dat, dat je, als je natuurlijk. Nou, niet eens mijn generatie, maar als je in die old days kijkt... Ja, dan, dan was je bezig om, weet ik veel, voedsel te maken. Of uh, zeg maar, snap je? Ja. Yeah. Hele primaire zaken. Yeah. Uh, terwijl nu heb je natuurlijk een hele hoop banen dat, dat ik me voor kan stellen. Dat als je op zoek bent naar echte zingeving... Yeah. dat je heel vaak denkt, wat de fuck ben ik aan het doen? Maar het blijft er ook heel vaak zo'n <coughs> zo cirkel. Daar wordt ook wel eens iets mee geopend van... in de westerse wereld werken we om dingen te kopen die we niet nodig hebben... om vervolgens weer, zeg maar zo... Dat heb, je, dat heb je ook erg met, met, met zo'n cirkel met koffie. Van, oh, ik moet super hard werken om mijn koffie te verdienen en ik heb koffie nodig om weer te werken. Maar het is zeg maar gewoon ja, 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 sommige ja. dingen blijven in zo'n loop. Ja. Dat heb ik met sommige banen ook het idee. Ja. Tuurlijk als je ergens marketing opzet, dan, dan, dan werkt dat. Mm -hmm. Maar hetgeen waar je marketing opzet, is dat dan echt weer nodig? Of kunnen die mensen ook aubergines gaan verbouwen, zeg maar? Ja. <laughs> uh, aan de andere kant heb je het over idealisme mm -hmm. uh, en zie ik ook veel. Um het uh, Gen Zers zich daarin uiten. Um, er zit een discrepantie tussen, voor mijn gevoel, dat je aan de ene kant de wereld wil veranderen, yeah. maar aan de andere kant een bullshitbaan hebt. Ook yeah. hier we slaan allemaal dingen plat, hè, Hier, maar mannelijkjes yeah. van, ga het doen, weet je wel? Yeah. Dus waar, waar blijft die revolutie dan? Ja, yeah. ik denk ook dat wij um, wel bang zijn om een bepaalde vastigheid los te laten, om echt risicovol gedrag te vertonen. Daar uh, heb ik het ook wel eens met mijn familie over. Op het moment dat je wel wat meer financiële zekerheid hebt, durf je ook andere stappen te zetten. Durf je ook te starten met ondernemen, want dan heb je mm -hmm. ook een vangnet. Um, dus om in één keer te starten met een meer purposevol baan, maar die in het begin misschien weinig oplevert, maar natuurlijk wel een bijdrage is aan de wereld, mm -hmm. is wel spannend, want je wil ook zekerheid, levenszekerheid. Lees brood op de plank. Ja, zeker. En een dak boven je hoofd. En een dak hoofd. boven je hoofd. Gewoon de, de Maslow-pyramide. Ja. Eh, dus is. als je dan een werkgever hebt die jou dat wel indirect kan bieden... en het is een baan waar je, niet, waar je niet de zingeving bij voelt of het idealisme... kan ik me wel voorstellen dat je die toch wel aangaat. Zijn het niet ook de clichés of life? Want ook dit is weer niet zo nieuw. Hè? Dat je, en dan, om maar cynisch te worden, van ja... En dan uiteindelijk koop je dat huis. En dan krijg je kinderen. En dan heb je een hypotheek. En ja, ja dan kun je niet meer zonder die baan. en Ja, ja oké, okay, dat is het dan of zo. Ja, eigenlijk is één stap erin je, en je loopt het pad af. <laughs> Toch? Als een, ja. als een ratje in de molen. Bijna zo'n zo rat. Ja. Is uh, ondernemen een escape daarvan? Om ja. uh, veel meer vorm te geven wat je zelf wil? Ja, ja? vind ik wel. Ja. Um... Ik ben sowieso bang. Ik kan echt wel angst hebben voor een saai of een verveeld leven. En ik heb het idee met waar ik nu mee bezig ben... dat dat nooit gaat gebeuren. Hoe eng was het om voor jezelf te beginnen... en niet voor de veiligheid van een baan? gestudeerd... Wat heb je gestudeerd? Communicatie. Commun... <laughs> <laughs> ook zo breed. Ja, ik kom ook wat Laat zin... die was nog... <laughs> Universitair of niet? Uh, of nee, hbo? ik heb HBO. Okay. Um, was en zinvol? ik had me ingeschreven voor de master... die daar, die daar ja. volgt. Maar uh, toen dacht ik... nee, dan ga ik ondernemen. Okay. Niet naar de uni. Maar was het zinvolle studie? Ja, vind ik wel. Oké, wat heb je geleerd? Wat heb ik geleerd? Ja. Tenminste op een studieleerder of niet? Ja klopt. <laughs> um, ik heb dingen geleerd, maar ik heb al vooral dingen, veel dingen ervaren. Ja, ja. Ik vind, ik vind dat, ik ben heel enthousiast over mijn studie. Die uh, heeft Goed ons zo. echt ervaringen geboden, okay. uh, kansen geboden. En ik denk, um, we hebben heel veel met in de praktijk met opdrachtgevers gewerkt. Dus direct ook toevallig met Heimans uh, in het eerste jaar. En dan ervaar je hoe het is wat jouw communicatie kan betekenen voor bedrijven. Ja. Meer dan dat het stampwerk was. Dus de, de praktijk kwam heel snel binnen ja, de, in het klaslokaal. Ja, dat ik ja. Was het eng om voor jezelf te beginnen? Nee, totaal niet eigenlijk. Want ik ben tijdens mijn studie begonnen. Dus ik had me ingeschreven bij de KVK. Toen zat ik in mijn derde studiejaar. Um, toen was de scripties schrijven een beetje lastig combineren. Dus ik heb ook wel vertraging toen gehad. Mm -hmm. En toen kwam dus voor mij de keuze van ga ik dan dus toch door, door naar de universiteit of blijf ik doen wat ik al doe dus die stap was niet zo ja, dat ik al een beetje nee. was begonnen toch iets minder spannend mm -hmm. um, je bent je er wel bewust van dat je in één keer wel het fulltime wil gaan doen en moet doen om het ook te kunnen betalen dus het, het, het naar fulltime gaan is spannender, denk ik, voor mij geweest dan het sowieso starten. Ja, ja Zo Dat meer. je echt de diepe induikt van nu ben ik volledig afhankelijk van mijn ondernemerschap. En dan ja, nu moet ik, nu moet ik een in één keer beginnen met denken hoeveel opdrachten ik heb per maand. Ja. Uh, dus het, de professionaliseringsslag binnen mijn vak vind ik wel spannend. Maar het starten ondernemen niet, dat is echt puur fun. Ja, ja. 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 Uh, en lukt het? Ja. Ja? ja. En hoe kan dat? Wat doe jij goed? Ik ben wel goed in wat ik doe. Dus op, een, ja, op het moment dat ik dagvoorzitter ben, word ik wel altijd teruggevraagd. Of door mensen in de zaal gevraagd. Ook teruggevraagd door de opdrachtgever. Maar haal ik er altijd wel nieuwe opdrachten uit. Um, en waarom het nog meer lukt, is dus passie ervoor hebben. Dus ja, het liefste er wel alle uren van de dag in te steken. Maar ik denk, het, echt wat ik niet mag onderschatten, en dat is echt een hele grote factor, is de mensen om mij heen. Um, dus ik heb het geluk en de luxe dat ik ook uit de ondernemersfamilie kom. Mm -hmm. Dus adviezen, die uh, vliegen me om de oren. Ja? ja. Van, van je vader? Ja, ook. Ja. Ja, ja. En van je... jou, als ik jou even wil uh, ja, vragen. Ja, superleuk om te doen. ja Nee, ja. dat is echt... Um, ik denk de juiste mensen om je heen. Ja. Dat geldt voor alles. Dat geldt voor uh, je mentale gezondheid, je fysieke gezondheid, je, 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 ja, je... Ja, op werk, zeg maar, hoe goed je daarin bent. De mensen mm. om je heen vind ik ook wel een... Um... Herken jij je in algemene zin? Want wat ik in het begin zei, er wordt heel veel gesproken over Gen Z'ers. Um, even in algemene zin: herken jij je als men over Gen Z'ers praat? Ja, echt gedeeltelijk. Ik um, ben het er gewoon wel heel erg mee eens dat je niet moet leven om te werken. Maar dat speelt sowieso in andere gebieden van de wereld, natuurlijk al langer. Dus ik ben het daarmee wel gewoon heel erg mee eens. Um, je, je moet niet. Naar, naar de vrijdag zo toe leven, of naar het weekend. Dat, dat, dat lijkt me zo'n zo unfulfilling life. zeg zo maar. Kijk, ik heb op zondag heel veel zin in de maandag weer. En dat wil jij, ja. Snap je? Dat dat gun ik dan ook zo iedereen. Ja. En ik heb het geluk dat ik het weekend kan doorwerken, maar het lijkt me heel vervelend dat dat niet kan. Mm -hmm. Dat je dan echt denkt: van nou, nu mag ik maandag pas weer. Dus ik, ja, ik, ik, ik geloof er wel gewoon heel erg in dat je voor jezelf. In elke generatie iets mag creëren waardoor je gewoon met zoveel plezier door het leven gaat. Het hoeft echt niet altijd leuk te zijn. Mm -hmm. Dat merk ik ook binnen onze generatie. Dat we denken van het moet altijd leuk zijn. Ja, dat gaat, dat gaat ook niet. Maar om voor jezelf het na te streven, bepaalde randvoorwaarden, wat voor jou werkt, hoe deel je je, je leven zo leuk in. En een heel groot onderdeel van, daarvan is werk. Mm -hmm. Dus als het voor jou ja, werkt, dat je daar een goede balans in, in wilt. Ja. Goed, ik weet niet echt voorbeeld te noemen wat je wat je nou op je werk kan eisen, maar mm. moet moet ja, moet er geen pingpongtafel, moet er ook niet een ding zijn. Nee, dat is, dat is de oplossing niet. Nee, mij. dat is ook de oplossing niet. Nee. Um, maar ja, wat? Ja, wat het, zit hem, denk ik in ja, het, je gaat je gaat richting die jeuk worden, maar ik denk dat het uiteindelijk toch als je op een of andere manier een soort zingeving of drive, als je drive, dat is mijn kritiek een beetje op onderwijs. Daar ben ik vaak te, yeah. te fel op onderwijs. Dat ik denk van, ik vind op een middelbare school zou het hoofdvak zou dat moeten zijn, yeah. namelijk wie ben yeah. jij en wat drijft jou en yeah. what makes you tick, weet je, yeah. waar gaat die staart voor jou van kwispelen yeah. uh, en ga daar uh, ga dan ga dan op onderzoek, yeah. uh, in plaats van dit zijn de verplichte vakken en uh, weet je? Ja, yeah, uh, ik denk dat onderwijs sowieso hier echt een echt een er wordt nog onderschat hoe groot de impact dat is. Uh, ik ben nu bezig samen met iemand om een TED-event op te gaan zetten, TED-Ex-Tilburg. En de sprekers tot nu toe die we die we hebben voor het evenement, die hebben allemaal een kritische blik op het onderwijs. Mm. Um, de ene ja. zit vanuit AED, dus waarom leer je op het onderwijs niet standaard reanimeren, dat soort dingen. Uh, de ander zit heel erg op zelfreflectie, wordt, wordt te weinig echt op persoonlijk vak gedaan ja. op school. En uh, de derde die ik gisteren heb gesproken, die zei van, ik ben echt onderschat op school en daar loop ik de rest van mijn leven nog tegen aan. En het onderwijs is zoals 80 jaar geleden nog een beetje is ja. in haar visie. Dus, um, dus ja. uh, want het mooie bruggetje naar wat ik nog wilde vragen aan je. Wat is jouw opdracht aan een aantal doelgroepen? Laten we beginnen met het onderwijs. Want ja, sterk nog, ik spreek ook heel veel mensen in het onderwijs. Ja. En die zijn het er ook nog eens een keer mee eens ook. Maar ondertussen verandert er gewoon heel weinig omdat ze vastzitten in curriculums en in systemen en in processen ja. en in heel ja. veel mensen die op baantjes zitten, en weet ik veel wat. Hoe doorbreek je dat dat het onderwijs echt anders wordt? Nou, ik denk ook dan lekker cliché, maar nu natuurlijk met de AI, als dan veel meer alles geautomatiseerd of veel meer informatie ter beschikking is. Wat die vrouw van gisteren ook zei. Een docent nu voor de klas wordt wel eens ingehaald door een student. Die zegt: Dit klopt al niet meer. wat je nu zegt. <laughs> ik heb het nou opgezocht. Mm. Wat heel erg een voordeel is. Want dat betekent dat die docent zich veel meer kan focussen op de mens. Um, kom, moet, dan moet je ook wel zeggen dat dan ook hogeschoolleraren. en zo iets meer pedagogisch geschoold moeten raken. of didactisch geschoold, denk ik. In plaats van alleen op hun vak. Maar als je nou een persoon voor een klaslokaal neerzet. die. Super goed is en iedereen zien en alle talenten zien. En dat een rode draad wordt door het onderwijs. En de basiskennis komt toch wel naar ons toe. Nu steeds meer is, is veel grijpbaarder mm -hmm. dan... Um, het is heel erg lastig voor jezelf om je talent vroeg te ontdekken. Maar als je iemand voor de klas hebt die heel goed is in talenten spotten. Dan denk ik dat je daarna een arbeidsmarkt hebt waar iedereen meer doet. Waar de energie van krijgt. Ja. En als we kijken naar werkgevers, uh, de arbeidsmarkt is krap. Uh, het is super moeilijk. Uh, ik heb laatst een videoetje gemaakt over een onderzoek onder MKB Nederland. Een van yeah. de top prioriteiten is het krijgen en behouden van goed personeel. Yeah. Gen Z is de nieuwe workforce. Wat moeten werkgevers vooral doen uh, of niet doen. Uh, om daarin succesvol te zijn, in jouw ogen? Ik denk vragen wat, wat ze nodig hebben. Wel, um, dan haal ik weer een voorbeeld uit van een van die. Toekomstige tetsprekers, die heeft over neurodiversiteit. Mm -hmm. Dat zijn we allemaal. Of je nou neurotypisch bent of neurodivergent, uh, je hebt allemaal een bepaald brein. wat op een bepaalde manier werkt. En als je op je werk aankomt, is het heel erg fijn om wel te kunnen aangeven. wat heb je nodig. om jouw werk zo goed mogelijk te doen. wat voor de werkgever heel ideaal is. Mm -hmm. en om er zelf zoveel mogelijk energie uit te halen. En als dat voor jou is dat je je, je pauze een uur verschuift, heen en weer. Dat werkt voor jouw brein. Mm -hmm. Dus ik denk um, als je ruimte kan bieden als werkgever. Dat het voor beide kanten heel erg goed in kan werken, mag je wel eisen stellen als werkgever, want dat is zeker. wat ik veel hoor. Hè? Van, ja. Oh, jongen, en als ik ook maar één grapje maak, dan ga ik al over een grens heen. Ja. En uh, oh, en ze willen dit niet. Je hoort heel veel zo bijna een soort van angst om ja. met Gen Z'ers om te gaan. Mag ja. je nog wel wat eisen van jullie? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ik denk wel dat het misschien meer is verschoven naar een soort van geven en nemen. Zeker ja, ja. Als, je, als er nu zoveel organisaties staan te springen op nieuw personeel. Ja, dan is het al heel gauw zo dat je een beetje een balans wil. Dat je bijna zo'n voorwaarde met elkaar aan wil gaan. Van ja, ik geef jou dit jaar, geef mij dat. Zo, ja, ja. zo iets meer in balans let's is dan it, Let's dan make eerst. a deal. Eigenlijk. Ja, let's make a deal. Yeah. ja Maar sowieso ben ik altijd al meer voorstander geweest. En dat is dan nu het voordeel van voor mij in mijn vak. Maar niet zo heel erg... Uurgericht, maar veel meer taakgericht en resultaatgericht. En als jij allemaal verschillende werknemers hebt en de een krijgt iets in op deze manier af, en voor elkaar, en de andere op deze manier. Daar meer ruimte in bieden, lijkt me wel heel ideaal. Individueler hoor ik door de regels heen. Ja, heel veel. Toch? Dus dat je niet zozeer zegt van dit is de functie, en we hebben er twintig. En die doen allemaal hetzelfde. Ja. Maar veel meer, dit is Marten en dit is ja. Piet. En dit is ja. Uh, en iedereen. Ja, zij heeft een super tof ADHD-brein. Dus uh, ja. Als ik ook over mezelf praat, hè, ik kan ik me in 20 minuten, heb ik zo'n hele rare hyperfocus. Dan je AD, bij ADHD? ADHD, AD? AD, AD, ja. Oh ja. ja. Dat is het ook maar zo'n stempeltje? Ja, dat is ook maar een stempel, maar ik ben wel heel blij met die stempel. Dus ja? ik ga er wel even mee pronken, zodat ik die heb. Dat, is... <laughs> dat je supergoed kan focussen, gewoon ja. in een korte tijd. En dan kun je echt bizar werk verzetten. Maar dat ik daarna dan even <laughs> uitgeplust ben en niet productief. Mm. Ja, ik, ik weet niet hoe een werkgever daarop zou reageren naar mij toe, weet je mm. wel. Dus jij ja. bent echt achteraan gegaan om die stempel te krijgen? Zeg ja, maar. Ik wil, ik ben, mag uh, ik hem? <laughs> <laughs> um, tot slot, hoe kijk, jij, um, hoe kijk jij naar de wereld om je heen? Even uitzoomen, er gebeurt heel veel, ja. globally. Hoe kijk jij daarnaar? Optimistisch, pessimistisch? Maak je zorgen? Waarover? Wel optimistisch. Ik maak me ook niet zo'n zorgen. Um, dat hoor je ook veel, van Gen Z uh, heeft ook zwaarder. Ook door zorgen over de klimaatcrisis, oorlogen. Mm -hmm. um, ik ben daar best wel ja, hoopvol in. Um, omdat ik ook wel denk van als we op tijd zien waar we zelf aan moeten werken, dan moeten we dat ook wel met z'n allen oppakken. Ik ben wel voorstander van als we echt iets concreets hebben. De bewegingen die wij met z'n allen maken, vind ik ook wel heel positief. Voor onszelf opkomen, dat soort dingen. Um, aanpakken, sowieso in het algemeen. Um, maar ik maak me niet zorgen dat de wereld helemaal de verkeerde kant op aan het gaan is. We staan toch zelf aan het roer. Ja, we zijn wel een beetje mieren, maar we zijn best wel krachtige mieren hoor. Wij als mens. Alle. Ja. En het gros van de mieren zijn gewoon helemaal oké. Okay. Ja, jij ja, gaat wel uit van het beste, van de ja. mens. Ik ben het je eens. Mooi. Dankjewel, Marten. Ja, dankjewel, Ronnie, <laughs> dat ik hier mocht zijn. Mooi en welkom. Uh, en dankjewel voor het kijken en voor het luisteren, uh, beste mensen, naar uh, weer een gesprek die ik maak met Gen Ziers. Want zoals ik in het begin al zei, je kan er natuurlijk een heleboel overlullen, maar je kan ook met ze in gesprek gaan. Uh, en dat doe ik hier heel graag. En dan ook nog een beetje vanuit een ondernemend perspectief, want daarvoor zitten we hier uh, allemaal, om de wereld een beetje beter te maken. Ik hoop dat je het gesprek leuk vond. Wil je meer van dit gesprekken zien met Gen Ziers... dan abonneer je op YouTube. Uh, als je op YouTube zit te kijken, blijf even hangen. Hierna zie je het. Meteen een tweetal nieuwe gesprekken in deze serie. Zit je te luisteren naar de podcast van 7D TV? Dan weet je het. Hè? Volg ons en mis helemaal niks meer. En laat de review achter wat je van de gesprekken vindt. Want daar worden wij weer wijzer van. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Hoi.